In godsnaam! Spits op iemand, met dat klommel bezig. Ik ben blij, als je straks in Sint-Lucia zit en dat beest gaat over boord. Ik heb je een kans gegeven om hem te mogen houden. Dat ding hoorde maar één ding te doen en dat was een beetje kan. Zeg maar, loggen. Ja? Loggen. Niks. En verrek het gemeen. Zodra we weer op Sint-Lucia zijn, is dit de eerste die van boord afgeeft. En doe gij snoeg als de bieden weer de gastentoiletten poetsen. Tuurlijk, kapitein. Natuurlijk. En als dit klaar is met het boenen van de toiletten, dan wil ik dat ze op zoek is naar de versteken. Te belachelijk van weer dat we nog een week varen en nog helemaal niet gevonden hebben. Aan het werk. Kwart voor acht, dat is een schone tijd om op de brug te kieken voordat ze dadelijk kunnen. De tjunder, ze weer binnen te pakken heeft, doe maar nee. Ik moet wel nog volhouden, we zijn voor eindelijk Lucia en dan kan ik eindelijk in die warme zon gaan zitten en nu leven beginnen. Maar ze moeten het weer te pakken krijgen toen. Maar ik kan ze verdomme nergens verstoppen hier op het schip. Ja. En als ze me te pakken krijgen, ja, dan geeft ze zeker de gevangenis, Deuntje, jong. Geeft ze de gevangenis en dan komt ze achter die tralies te zitten voor jaren en jaren. En lukt ze te vervelen. Ik heb ook de ganse lekker van die stomme schilderietjes maken. En ik houd er helemaal niet van schilderen. Dat moet ik. Domme helwig. Wat is het? Wat is het? Dat ik dat niet heel aan gedacht heb. Toen, dat is die nadering. Dat best geweldig. Dat is een ideetje. Ja, maar dan hoef ik ook niet van boord. Nee, over kriegen ze mij te pakken. Ik hoef dan niet van boord. Toen, jong. Geweldig. Hoe is dat even zien? Nee, Franke, nee, nog. Franke, ik had toch echt geen tijd voor. Maar waarom dan niet, Adi? Ik ben speciaal voor deze brug opgestangen. De morgen stond het koud in de mond, Adi. En met deze mond aan mijn prachtige lippen. Het geeft nu echt niet, Tjotje. Misschien later vandaag. Ik moet echt een hele hoop doen. Misschien kan ik even naar het restaurant om het ontbijt klaar te maken voor de gasten. Ja. Naar het restaurant? Ja, restaurant. Ik mag hier net zo lang dat heb ik in een ganse goede melk gezellig. Ik ben het eerste best wel langer dat ik kan afschepen. Problemen in de liefde, papje? Nee, ik? Nee, hier. Meneer, hij bereikt echt voor een lasje nodig hier om het volume met omgaan. En dik, voor dit steekje zo goed. Ik heb een afspraak met dokter Simon. Op dit ietsje? Ja. Dat vind ik ook wel vroeg, maar voor de lust wou ik mee lekker wel in het jaar zetten. Het is zo fucking lekker. Nou. Alleen een beetje jammer als ik allemaal die stieke moet. Ja, ik ben normaal ook niet zo van dat stieke. Maar als we dadelijk in de Santa Luciana zijn of zo, dan kunnen we lekker onze gang gaan. Ja, hallo. Ja, hi. Didn't you have to go to the restaurant, Franke? Nee. Ik wou hier ook naar ochtendkussen in de brood. Ik loop je niet afschepen. Ja. Hé, hey, mijn little Toyrijs. Ik sta wat te weten. Nee, ik ben net hier. Nee, ik kom voor weer dochter te spelen. Doe dokter aan mij geen of zo. Als ik nu nog lang moet aan je verwegen, dan doe ik die gat. Maybe later. I have to go to the loop. Yes, to the loop. Aan boord.
En dan vandaag? Allee, Allee heeft net een grandje chansons bij ons gezongen. Zo meteen ik het aan, onder de schitterende sterren iemand. Simon, dat schreef allemaal van die gedichten voor mij. Met van dat gerijmen van die moeilijke woorden, zo van de Sinterklaas of zo. En dat is een kracht van mij getekend, met houtskool. Zo uit zijn ik op. Simon, ik heb het daar toegezet. Wat is het? Jij hebt mij een tattoo van Ali maken. Heeft Ali een tattoo? Simon heeft ook een tattoo. Oh. Ja, het zou dan wel een familiekwast zijn of zo. Zo, daar was ik weer. Ah, hallo. Zo, daar was ik weer. Sorry, schatje. Ik ben niet helemaal mezelf vandaag. Nee, maar... dat heb je wel in de gaten. Ja. Nooit zo afgewezen, lieve Mergen. Dat zou zich waar even moeten groot maken. Geen probleem, schatje, maar mocht dat misschien een andere keer. Ik ben even met een hanger bezig. Een hanger bezig? Zei je echt dat? Ja. Met get hangers bezig. Ik ben even met get hangers bezig. En wat is er dan meer important dan je eigen vanke verdaan? Dat helemaal niks natuurlijk, schatje. Helemaal niks. Dat... Kapitein! Mag ik heel even het vragen? Ja. Met veel romine dokter Simon uit mijn Simon is naar Moos gaat doen met de waterleiding of zo. Nee, ik moet even naar de wc. Misschien wil een beetje geduld hebben, zal zo wat terugkomen. Ja, dat doet dat wel nog fucking lang. Ik bedoel natuurlijk niet fantastisch, maar van kapotaal. Oh, toch eens. Maar bot. Ik moet even schrijven, want ik heb een witte box aan. Hoe gaat hij heen? Oh, ja, dan de wc of zo. Ik heb... Je zou toch niet in een racekocht zijn? Daarom is het geen besmettelijk, ze hebben voor een andere man. Nee. Misschien is het wel geen aangeloos en zit het in een grommelatoon of zo. Nee, dat zou het zomaar kennen. Dit namelijk niet zo over de schakel bij. Ja, maar niet alles hoor. Simon de Hed bevult in de moedervlek. Hierzo. Adi ook. En Adi heeft een gang stoer litteken op zijn linkerknie. Simon heeft ook een litteken op zijn knie. En dat is de sterkste van zijn tier. Want in mijn linkervoet, daar wordt de pijn graag zit. En die zijn omgestoken van zijn ringteen. En zijn linkervoet afgebeten door een ganse grote piranha. Zo. De van Simon is afgebeten door een stelke van die boffies, mannen. Eigenlijk, hè, liggen die wel hier. Als ze het beter wist, zou ze bijna denken dat het dezelfde was. Wat is dat zo funny? Nou, vrouwen is dat treurig. Dat stoel zo van op die broer. Links is op het liggen alsof ze de eigen broer best. Oh, joh, nou, dat is funny, hè? Maar gelukkig, best u gewoon de dokter. Simon, moet er niet aan denken omgaan met de kapitein zorgen. Yeah. Speaking about the kapitein, I came the kapitein tegen de trappenhuis and he said to me, send the two ladies because the guests are awake, they want breakfast in the dish because they are, oh, they are hungry. So chop chop on the wedding, please. Okay, yes. Okay. Yes. Ja, mama, Simon, onze dekant is nog niet eens. No, but later maybe. First go to the work, please. Yes, chop chop. Huh? Oh, Simon. Yes, bye. Please, een echte op Sint Lucifer. Het is leuk, mijn dag allemaal zo in Puthaven, maar... Alsjeblieft, het is niet vol te houden, zo'n dubbelvorm. Het is voor niks.
melden op de rug. Attentie, wilde kapitein, ik wens spoed melden op de rug. Kapitein, met spoed naar de rug. Kapitein, met spoed naar de rug. Ja, dat bedoel ik nu nog een tien om even rustig te storen, of wat dan ook, niks. Wat een scherpe heine is dat toch? Dat is weer op. Wij kriegen nog wat. Wees maar eens zorgen dat mijn eigen plannetje goed werkt. En ik moet zeggen, toen jong, dat ziet er geweldig uit. De koos het zo hebben opgelopen. Ik moet nog een naam verzinnen voor deze besmettelijke, gevaarlijke en dodelijke ziekte. Ja. Rode hond. En dat klinkt ook voor de heine. Blauwe bever. Ja, wat? Blauwe bever. Ja, dat klinkt ook eerlijk niet. De ara malaria. Toen dat is het opste. Ara malaria. De uiterst dodelijke, besmettelijke ziekte ara malaria. En doe we alles zo, kameraad. Ja, doe heb me daar gesproken. Zeker te weten. De ara malaria. En dan ben ik veilig, want op zijn voetsjaarheid is boed in quarantaine. Neem het van China. Vloei met te wachten. Hoef met te wachten tot het nog is en dan van boord te sluipen. Dat is ze, de arme Lavia. En de dokter, ja, de snapt toch niet dat het niet besteedt. Ja, verdomme nee. Zijn we nog een tijd? Ja, ja. Oh, is niet meer te zien. Nee? Goed, Huff. Goed. Is die kampen dan geworden met die negerzoen? Nee. Niet te zien, die liggen nog. Mijn oor. Oh, goed. Goed. We kunnen weer weg. Oh, dat is heel fijn. Zo, dat is nog iets gaande. Nou, als ze maar op die is. Nou, zet dat. We gaan eens weer. Ja. Zo. Dek voor onze leden. Ja, fijn. Zeg, jij nog eens. Dek je. Ik heb het ook koud. Ach ja. Zo. Nog even. En dan gaan we dus twee aan jou beginnen. Ons twee aan jou. Dank ze. Ons stekske. Dat is een geniale inval. Napoleon, dan is er Bernard. Nee, jong, dat kent ze beter. De ara malaria hebben. Maar dan liggen er twee slachtoffertjes die ook te zien. Hun jong, geweldig. De ara malaria, wie verzint ze dat toch? Ik wist het allemaal wel. Ja! Nog. Waar is je joepe? Ja, hebben jullie je gezien? Gang weg in je slot. Patrushka, pan, je bent Joep! Waar ben je? Waar ben je?
even lekker aansteken. Zo, hier is hij. Oh, oh, hoe snel raakt ze toch besmet met de ramelaria. Zo, fantastisch. Zo. Zo. Kom nog die andere terug, broem. Ga dat niet. Ga weg! Ga weg! Stop met! Je wordt kaslori. Ook in een indianerboer. Ik moest naar de hulp gedaan. Ik moest naar de hulp gedaan. Kom hier! Kom hier, Olga! Niet bang zijn! En kom hier! Oh,
gaat met je met me. Die laatste oor heeft geslagen, maar wie zal zien wij hier het snelste is. Weer grond ruk aan ruk, ja. Back aan back. Of hop Het gevecht opnemen en doen. En gelukkig. Als je goed sneller bent, dan ging het niet nooit van aan. Maar ben ik sneller dan ik, zit ik tegen ram aan platen. Ram en de bus kon niet, maar win het ook, maar verlies het ook. Zet het op plekken. Ik ga niet zo slecht. Ik ga niet gewoon spelen. Ik ga niet opbouwen, van boven en daar onder. Oh. Ik begin te tellen, ja, klaar. Ja. Ready? Oh. One. Dat
natuurlijk wel heel bekend voor de armbar 666. Wat best ik hem doen? Nou ja, Sharon, was ben ik niet zo te besluiten? Jeffy. Nou, maar rustig, hier met die juwelen. Ja, maar ik vind het wel ver onwantverwoordelijk dat zo en deze er allemaal eens afwijten. Ik heb er dood van en dat is fucking zielig. Net zo wat pas fucking zielig is, dat zo'n dom plaat sticht die op zo'n duur koe zit een baan is. En zich ook al met nog bemoeien hoe ze geen verstand van heeft. Nou, maar misschien kan Stoemie dan wel vertellen wie mijn armband in die beestje terecht doet. Kapdoos! Dat wordt toevloeien dan. Nou, als ik Peter niet wil vertellen, wil ze misschien aan de kapitein uitleggen wie dan in die beestje terecht doet. Doe zwarte heks, waag het niet om naar de kapitein te stappen. Dat kenst u Josje nog niet. Ik heb een relatie met de broer van de kapitein, dokter Simon. En wij denken ze wel de kapitein dan gaat geluiden. Aha, een relatie met de dokter. Dat zal de cruise manager leuk vinden. Als ze hoort dat zijn personeel niet alleen het schip, maar ook de lakens meteen deelt. En dat er Luz in wie ik, die hem dat kon vertellen. Zo dat Steeg en die de dokter Simon, die aankomt in Sint Lucia, meteen de kader op Flux. Ken natuurlijk niet de mooie houten. Nou, op één voorwaarde. Anne? Dat is toen in de mooie hield over mijn sieraden aan de poes. Ja, maar dat is chantage. Oké, okay, wie ze wilt, hebben we een deal. Alleen als ik mijn armband terugkrijg, want dan wou ik speciaal voor de kroes binnen ethos gekomen. Nou, vooruit dan. Hier heb je die prul. Is toch niks waard, zus, wie steeg gewoon niet. Maar ik waarschuwde. Als je die met ene overkast, dan weet ik niks te vinden. Oh, kapitaal!
ik kan wel even. Hé, dat is begraven bij jou. Ja, zeg maar wat ik moet doen, dokter Samuel. Ongeluk, houd nooit op, niet vanzelf.
niet op. De zwerver is de verver. De zwerver is de verver. Tot de woning zit hier laat. De zwerver is de verver. De zwerver is de verver. Meneer Rico? Goh, ja, dat is toch echt... Kind zich toch kalen. De zwerver is de verver. De zwerver is de verver. Ja, ik vind het een aparte eerste zin, maar het is prachtig. Ik weet het woorden vergeten allemaal, maar het zo... De zwerver is de verver. Rood en blauw zin op. De zwerver is de verver, die zuster. En de vieze nutte, vettige verstekeling. Blauw en rood in het gezicht. Oh ja, dat is natuurlijk de manier om op het zeer te blijven. Hier in die quarantaine. De zwerver is de verver. Meneer Rico, doe best, doe verdeens een pluk. Dat verdeens. Maar Lutte, ik laat me niet zomaar hier een beetje midden. Oh, ik laat me niet verhaasten op mijn hele scheep. Wacht maar. Ik ga dat maar eens even schrijven. De zwerver is de verver. Meneer Rico, namens de voltallige bemanning en de feestcommissie, hartelijk bedankt. Ja? Hallo, meneer de verver. Hey! Kom eens even zien, doe vies in het apartus. Het zie je wat met de kop. Ja, loop maar eens even. Ik denk dat een bit fris her is. Een goed gejaar voor de arme Laria. Ja, maar dat stijg ik toch iedereen aan. Niet? Dat was het niet op het geweten wel, hebben dokter Simon. Ik denk dat mijn geweten is behoorlijk zuiver. Wat ik wonder, hou mij dit met 10 geweten? Hey, moest je eens even loeken? Kies. Och, de red en de bloe, ach op. Wat een toeval ook, ja, hè? Gans toevallig. Ongelukkig, you know what? I don't believe in toeval. I think here comes the monkey out of the mouth. Hey. Ja, de red en bloe. Dat is de manier om onder zit te blijven. De arme malaria. Don't let me laugh. I wist het al vanaf het begin. De arme malaria. Nooit van gehoord. Maar zodra weer een Sint-Ducha zijn, I will hand you over to the police. They know well rot with people like you. Ja? Het zou me trouwens niks verwonderen when you ook achter de juwelendiefstal zit. But that is something for the police om zich goed te zetten. The game is over, mensen. The game is over. The game is over. Yes. Ik wil wat voor spelkaks toegetallen. Ja? Ik weet het dan. Het spelkje van... Kapitein Eddy of Dr. Simon. Ja, pie, maar... Wat, wie met ze? Als ik het niet in de gaten had, doe schoons marcheerde. Hè? Lekker als kapitein Eddy gaat met die femke vertalingen te rotzooien. En even later is Dr. Simon met die little joyride. Hier is het al weer voorgeheeld. Nou, dat kan ik wel vertellen. Dat is een kwestie van 2 rauw eieren op een vreugde met... Ja, dat is... Als ze erachter komen dat Eddy is Simon. Maar Simon is ook van Eddy. Oh ja. En Sigrid is spreken van de manager. Ja, en wat wil ze dan nu met? Wat ik dan met wil? Ja. Heel simpel. Doe speels gewoon dat spelletje van mij met. En als we van Sint Lucia zijn, blijft ze me gewoon van boord gaan. Zodat ik een nieuw leven kan beginnen. Heel simpel. En dan zwieg ik ook tegen die 2 vrouwen. En dan kenst u gewoon weer om met dat rotzooi van ik. Geen probleem. Weet ze wat ik zou moeten doen? Ik zou die moeten kill halen. En? Dat zou ik moeten doen. Maar ik vind het prima. Weet ze even goede vrienden. De trampels van Borna. Zodra we op Sint-Ducha zijn. En als ze dan nog ooit, eindelijk van die vijf peut van zich op een scheef durf te zetten. Of ook maar in de wijde omkrijg van een kilometer of 10 zal ik zeggen. Dan wil ik die nooit, maar dan ook nooit meer zien. Ja? Ai, 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 Captain. Ik wil zeggen, dokter Simon. Don't fear. Meneer de kapitein, de heer Alweer is dringend gewend op de rug. Dringend gewend op de rug. Genaderende haven van Sint Lucia. Kapitein, genaderende haven van Sint Lucia. Alsjeblieft, wil je op de rug komen, kapitein? Sorry, maar snel genoemd bij je. De plichtvlucht. De plichtvlucht. Hé, hey, Tuntje jong, complimentjes voor jezelf, dat ze dich wel goed uitgelet. Het wordt kantje boog natuurlijk, maar we hebben het weer gemaakt. Op Sint Lucia, beste vriend. Dus, tijd voor een nieuw leven, tijd voor een cocktail. Ja jongen, het is toch altijd met improviseren die, maar het lukt toch wel. Zo, even kijken.
heerlijk. Zo, Deuntje. Daar heb ze zich weer aardig goed gered, hè? Nou, laat mij toch niet helemaal doorschrikken. Maar, last van de slag gewend, hè? Helemaal niet, Rosie. En dicht dan. Heb ze een flinke buit gemaakt. Oh, ik mag niet klagen, hè? En dicht? Ja, ik mag ook niet klagen. Dat ik een subsidie heb. Dan heb ik een vriendman. Dan kan ik weer van boven, kan ik een nieuw leven beginnen. Oh, God, wie meent ze dat? Ja, maar ik denk dat ik wel, hè. Een zakcentje koos gebroken. Wie bedoelt ze? Nou, ik denk dat die poes van dicht wat aardig dat zakcentje zijn in zich zitten. Ja? Maar van mijn buit blijft stig af. Oh, is dat zo? Ja, is dat zo? Ik ben benieuwd wie die kapitein dat vindt, is dat erachter kunt. Dat is toen degene best wat alles hier heeft geklauwd. Wacht, niet om nou de kapitein te grond. Wacht het niet? Nee. He, moesten we eens opletten. Oh. Kapitein! Nee, rustig maar, stil. Oh, dat doe ik toch. Ken ik maar de helft. De helft? De helft. Nee, dat is een gek dus. Ja, dat dag. Dacht ik. Kapitein! Dit is goed. Wat een goed met zijn. Ik weet dat ze al lang meer dan nu met cruise had geboekt al. Hoe ze iedereen eens beklauwen. Check dat boot, geen mis gaat. Rustig maar, hier. Door, de helft. Ik hoop dat ze wel gelukkig met cruise. Vroeger waren we toch ook zo gelukkig, dus we waren toch niet. Vroeger. Dat heb ik al lang met mijn geheugen geweest. Dat ze niet verdrongen. Ik heb die helemaal verdrongen. Ik wil niks meer met iets te maken hebben. Ik ben het toch niet van Zenet Sierwinnen. We zijn hier aan het dek om de vreugdelijke reis te vieren met een glaasje champagne. De boot in, en hier zijn voor u de